Het ministerie van Financiën heeft vanaf maandag een loket bij de Belastingdienst. Het ministerie van Financiën doet er namelijk alles aan om het betalen van de belastingen te vergemakkelijken. Ook wil zij voorkomen dat de diefstallen waar er de laatste tijd over gesproken wordt, worden herhaald. Ambtenaren van de Belastingdienst hebben naar verluid miljoenen SRD's achterover gedrukt. Deze lieden zullen volgens minister Gilmer Hoefdraad van Financiën flink gestraft worden. Er is tussen 2015 en 2016 een enorm geldsbedrag verduisterd door ambtenaren. De zaak is ontdekt door verscherpte controle en verbeteringen in het IT-systeem die al geruime tijd aan de gang zijn. Belastingplichtigen kunnen hun kasbetalingen rechtstreeks voldoen via het bankloket op het Centraal Belastingkantoor aan de Van Sommelsdijkstraat. SPSB-directeur Guinardo Crumosuto geeft aan hoe deze dienst tot stand is gekomen. Op verzoek van het ministerie van Financiën om het betalen van belasting te vergemakkelijken, hebben wij dus op maandag 17 juli een loket geplaatst bij, bij het belastingkantoor. Het is geen bank, geen afdeling. Het is gevraagd om alleen te ontvangen en een betalingsbewijs te geven, zodat de cashmiddelen al direct bij de bank zitten die ervoor gaat zorgen dat het wordt overgemaakt waar het moet zijn. In een persbericht zegt het ministerie dat de dienstverlening voor de belastingplichtigen te allen tijden voorop staat. Het bankloket zorgt ervoor dat de service wordt vergroot en de betalingen veilig, snel en efficiënt worden uitgevoerd. Crumosuto benadrukt dat het publiek bij dit loket geen bancaire zaken kan doen. De belastingbetaler kan daar slechts zijn belasting betalen, zegt de SPSB-directeur. Hij is volgende week woensdag te gast in het ATV-programma In Gesprek Met. Wij vroegen hem namelijk ook waarom hij benoemd is als bankdirecteur. Bij mijn benoeming hier was het dat er 10 jaar geen directeur was. Daarnaast ook het inzicht om de overheid, de regering te helpen, omdat dit een staatsbank is. Het is geen bank die aandelen heeft. Deze bank is opgericht 137 jaar geleden, waarbij de staat met een wet de bank heeft opgericht, de Postspaarbankwet. En als zodanig is het dus ook dat met het inzicht dat ik heb gehad vanuit de regering, ik mijn bijdrage kan leveren. Mm-hmm. Het gaat erom dat ik ervoor moet zorgen dat we en alle regels van de bank die bij de bank horen, of het nou toezicht is van de centrale bank, meldingen van ongebruikelijke transacties, lidmaatschap van associaties, lidmaatschap van de bankiersvereniging, we moeten dat allemaal volgen. Tegelijkertijd, wanneer er zaken zijn waar de overheid nadenkt over een aantal zaken, zeg maar, ik kijk naar de begroting, waar de financiële bijstand loopt, dan zeg ik, we kunnen daar een bijdrage leveren. SPSB-directeur Guinardo Crumosuto, die onder andere inging op het nieuwe loket van de bank bij de Belastingdienst en zijn benoeming bij deze tweede oudste bank in Suriname.